Leuk dat je weer kijkt. Ik ga vandaag een review doen, een unboxing van een dashcam. En een van mijn vriendinnen die vroeg, ja, wat is een dashcam nou eigenlijk? Dus bij deze. Een dashcam is eigenlijk een cam voor op je dashboard. Logisch. En deze dingen worden best wel veel gebruikt, bijvoorbeeld in Rusland. Ze komen ook steeds meer naar het westen van Europa. Waar ze worden gebruikt om te kijken, wat gebeurt er eigenlijk op de weg? En stel dat je een ongeluk maakt, dan heb je altijd bewijs van wie was nou eigenlijk schuldig. Er gaan zelfs stemmen op dat verzekeraars dit soort dingen verplicht willen maken voor in jouw auto. Ik heb een Nextbase dashcam toegestuurd gekregen. Nou heb ik er eerder wel eens eentje getest. Ik weet niet eens meer van welk merk, maar het was op zich wel grappig. Ik heb het alleen daarna nooit meer gebruikt. En deze Nextbase 312GW, die moest ik maar eens even gaan unboxen. Dit is de Nextbase 312GW. Geen idee wie die namen verzint hoor, want ik bedoel, dit blijft niet echt hangen in je mind, toch? Maar ja, whatever. Dit is een doosje. En het staat erop dat hij in verschillende talen naar je toe komt. Duits, Zwitsers. Zwitsers een taal? Nee, toch? Zweeds, Frans, Italiaan, Fins. Nederlands en Spaans had ik toch al gehad. Als je het doosje opent. Oh, dan valt er meteen een papiertje uit. Ik denk dat het de handleiding is. Quick Start Guide. Hoe je moet plaatsen. Volgens mij is dat wel zeer obvious hoor. Maar... Oké, nou. Voor wat het waard is. En als ik dat papiertje eraf haal, zie je meteen deze schattige dashcam. Kijk wat hier. Hij is niet heel erg groot. Het staat op dat het een 140 graden kijkhoek heeft. Met allemaal knopjes erop, aan en uit. En, dus dat komt later nog. Maar jij wilt weten wat zit er nog meer in dit doosje. En er vallen meteen wat dingen uit, zoals bijvoorbeeld het snoer. Nou, heel lang dus. En nog een kabel. Ik weet nog steeds niet waarom allemaal. Er zit een bevestigingsstukje in. En een CD-ROM. Why the fuck zou je hier nog een CD-ROM in stoppen? Ik bedoel, mijn PC, mijn laptop heeft niet eens meer een CD-ROM ingang. En dan hebben we hier het uiteinde van de kabel. En die moet erin, zodat je stroom kan krijgen. Hier. En dan zie ik hier trouwens nog opeens ingang voor je SD-kaart. Dus je moet zo'n klein SD-kaartje hebben. Die moet erin stoppen, zodat hij alles kan opnemen en kan bewaren. Nou, we moeten hem maar eens eventjes gaan plaatsen. De auto aan en eigenlijk meteen is ook het display aangegaan. Dat is wel handig. Oké, volgens mij moet je hem zo zetten.
dat je alles kunt zien. En volgens mij is het zelfs nog beter om hem in het midden te plaatsen. Dan pak je echt alles mee. Hier zitten verschillende knopjes op, bijvoorbeeld de aan-uit. Ik weet niet wat hij hiermee allemaal doet. Kijk, bij het menu kun je aangeven welke resolutie je wilt filmen. Exposure, audio recording, number plate. Waarom zou die number plate vragen? Kan ik ook, is het een touchscreen eigenlijk? Nee. Oh ja, dan moet je dus met die knopjes aan de zijkant. Ahaha. Want dan blijft hij ook aan als je geparkeerd staat. Het is eigenlijk best wel heel erg uitgebreid. Had ik niet verwacht. Misschien wel een beetje te uitgebreid, want je wil eigenlijk click and go. Maar het zijn vaak dingetjes die je eerst nog even moet instellen. En als je dan eenmaal op pad bent, dan is het een heel makkelijk iets. Dus al met al vind ik het wel eigenlijk een grappig dingetje. Maar wederom, ja, waarom zou ik dit per se gebruiken op dit moment? Ja, ik vind altijd zoiets van waarom zou ik dit gebruiken? Maar dat kan aan mij liggen hoor. En wat misschien grappig is om te weten is dat deze er dus in het zwart is, maar is ook in het roze. En in eerste instantie werd me gevraagd of ik de roze variant wilde uitproberen. En daar heb ik nee op gezegd. Het is eigenlijk altijd zoiets van, oh, we hebben iets rozes bedacht. Het is echt geschikt voor vrouwen. En dan word ik heel allergisch, maar moest kijken. Ik hou echt wel van roze. Dus, conclusie, als jij de roze wilt, dat kan. Maar ik zou dat niet per se willen. Ja. Heb je een vraag of zo, laat maar achter in de comments. En daar reageer ik heel graag op. En zie ik jou de volgende keer weer. Doei!